namens het 4 mei-comité uit Geest heet ik u allemaal van harte welkom. Het is een heel andere herdenking vandaag dan die wij ons hadden voorgesteld. Andere jaren staan wij hier met een ruime vertegenwoordiging uit het gemeentebestuur en de burgerij. En nu is ons aantal zeer beperkt. Wij gedenken hier deze oorlogsslachtoffers. Gerrit de Beer, 27 jaar. Pieter Ouwekerk, 31 jaar. Pieter Arnold Rodenburg, 26 jaar. Pieter Ouwekerk en Gerrit de Beer waren actief in het verzet. Ze namen deel aan wapendroppings op de Veluwe en verborgen Amerikaanse wapens in een grasveld in Wattenstorm. Bij een inval in deze fabriek werden niet alleen die wapens, maar ook nog 14.000 liter brandstof en zelfs een in palen stro verborgen Duitse trailer gevonden. Ze waren verraden door een ex-verzetsman die na arrestatie aan de Duitsers had beloofd om in te lichten over illegale activiteiten. Pieter Rodenburg, in Amsterdam bijna afgestudeerd als medicus, had geweigerd de loyaliteitsverklaring te tekenen en wist uit bezet Nederland te ontsnappen naar Zwitserland. Ook hij was slachtoffer van verraad. Hun lichamen zijn door de Duitsers in een massagraf in de duinen bij Bloemendaal verdiend. En na de bevrijding zijn de massagraven geruimd. De slachtoffers geïdentificeerd en herbegraven op de erebegraafplaats in Bloemendaal. Pieter Ouwekerk had 2 dochters. Uit contact met een van hen, die in Namibië woont en haar vader nooit gekend heeft, weten wij dat ze... Zij heeft 2 zonen die op hun beurt hun overgrootvader altijd zullen gedenken en trots op hem zullen zijn. Dan wil ik u vragen of wij na de tattoo, die erop geblazen wordt, even 2 minuten stil...
eindstation uit Geest. Vanmorgen waren wij met velen die geknield door kieren keken naar een glimp van winterluchten boven de Weteringschans. O, vrij te zijn als een sneeuwvlok, al was het maar voor even in een dwaze dwarreldans. Vanmiddag zijn we nog met drieën die geboeid door blindering tuurden in een bonkende legertruk, tastend naar houvast en bestemming. Wat zal dit grijze oord gaan brengen? Een bord bij het station fluistert uit Geest. Niemand van ons die hier ooit is geweest. Vanmiddag zijn we hier met drieën, naar licht in onze blinddoek speurend, naar lucht in het ranzige textiel, naar zicht op een spoortje toekomst. We weten niet meer van elkaar dan elkaars naam. Schouder aan schouder herinneren we ons zelfs niet wie in het midden is gaan staan. Vanavond zullen we weer één zijn. De echo van het salvo bereikte ons niet. God geve een nageslacht dat niet vergeet en een kraakheldere decemberhemel met sterren zoveel hij kan missen als weeffouten in de blinddoek van onze oneindigheid.